Goedemiddag en welkom bij Joert. Epke Zonderland is zo goed als wist van deelname onder de Olympische Spelen. Joert, we zien Gruttedij op het test-event in Londen. Op de meerkamp moest hij hem nog kwalificeren voor de Spelen. En daar moet hij de triatlon met de oren Nederlandse meerkamper Jeffrey Wammers. En hij moet ervoor zorgen dat hij bij de beste Sontjenturners komt in het internationale veld. De start op de bregen wie goed, maar op zijn favoriete onderdeel, het rek, presteert Zonderland 4 onder de maat. En dan wordt het spannend. Maar op de orenonderdelen revancheert de Friese turner hem goed en eindigt Far Wammers met een score van 84,36. En dus kent hij ervan uit dat het nou goed komt. Dat vind ik wel positief. Omdat Jeffrey natuurlijk ik net een slechte meerkamper is. En dat zei het heel veel als hem verbloest. Dan zullen nog volle meerkampers toch ik achter meer scoren bloeien. En is het op zandje nog steeds reëel. Het NOC-NSF mag nog definitief een beslissing nemen. En die wordt in kwarten verwachten. Het boezemwetter is weer saffie zakken dat de oerrimpolders net meer nederig binnen. En daarom binnen de sluizen bij de polder van Mildaamjoerd weer hier op me zet. Verline wieken is oer in polder het eiland bij Gwaingehuizen en deze polder bij Mildaam in Gebroeknaam. Ze binnen online om bij extreem hege wetterstaan wetter te bufferen om het paal van het boezemwetter te verlegen. Het is voor het eerst dat de polders broek binnen. Bij Mildaam is een miljoen kuub wetter opvang. Toen de retentiebank open ging, was dat heel even. Ja, hier plaatselijk zeg maar, was dat toch wel een verademing voor het ja, verschillende heel stuk in de stand. Wat de oerimpolders ik nog effect houden op een grutter gebied, moet nu een evaluatie duidelijk worden. De baby van zijn man, die het orde december deerfoen was in een wenning in Akrum, is om het lippenkamer toch een netlottig ongeluk. Tot die conclusie komt het IEPMU ministerie op basis van onderzoek. En derde toch blikken dat de poppen net verstoren is toch neelittigheid van de heid of de mem. De poppen waren snijnt de joen, 20 augustus voen in een wenning onder Sinneborn in Akrum. De automatische fietsenstalling bij Gautum is boeten gebroeksteld. De zogenaamde bike dispenser, hier vaak te krijgen met technische problemen. De gemeente Ljouwert helpt de fietsenstalling nog fort en vervangt deze door 30 fietsplusjes. De automatische stalling waard fin hier in Gebroeknaam. De Wuttinier met dubbele gevoelens reageert op het winnen van gas bij het dorp. De NAM maakt juist bekend dat er bij hier 4 miljard kuub gas voen is. Daar komt Simmeral werd begonnen met de winning. Het is goed nieuws voor de Nederlandse Scottkist, maar in hier hebben ze nog vol de nedige vragen. We zitten hier op terp, dus we geven een paar meter naar beneden, maar hij moet al een beetje steen blijven. Ik denk als dorp zijnde dat ik de naam zien maatschappelijke verantwoordelijkheid dan ik wil dragen. Stel dat er in de toekomst een prode bodemdaling is en met alle gevolgen van dien, met scoren in de hozen. Omdat het een relatief lits gasveldje is, verwachten we een aantal centimeters bijendelgong. Dat had geen impact op de huizen, dat weet ik uit ondervinding van orengasfilm. Maar het kan wel impact hebben op het wetterpeil. En daarom ben ik in oerlis bij het wetterskip. In Nederland binnen al 52 veebedrogen besmet met het Smallenberg-virus. Skippenboeren meiden zelf voor eerst nog geen grote zorgen. Het virus is op nota op treien plakken in Friesland aantroffen en werd verspreid door de stekmig de Knut. Maar als gevolg misvarmen lammen die het meestal iets deerbennen worden. Skippenboer Jan Bouma maakt het hem likwijls nog geen grote zorgen. De laatste berichten die ik nu hier ben ik al dat het aantal misvormde lam per skiep ik al minder wordt als het ware. Dat in het begin haast alle skiep misvormde lam hier en ook nog maar een lief gedeelte. Dus dat zijn wel heel hoopgevende berichten voor ons. Er geiten en kjeln kunnen het Smallenberg-virus krijgen. Steeds ik daar eens bleken truint oren op een groot Europees onderzoek naar de verspreiding van de veeziekte. En dan nog het waar. Jongen, vannacht is de lof beroen en zakken de temperatuur naar 4 of 6 graden. Ek mondbewolking en kans op wat rein, tot een graad als njoggen. En er zit een matige, ontvrijkrijftige west-zuidwestenwind. Meer van de eindkamer van deze joert. Meer Nijse filmpjes vind je op uw website. En om 6 uur is er weer een nijjoert. Nog een goeie dag verder.